ben Anneke Oosterhuis en ik ben getrouwd met Derk Oosterhuis. Wij zijn begonnen als een loonbedrijf en toen hebben we uitbreiding gezocht bij natuurwerken, ruiverkavelingen, veel verkavelwerk. En nu zijn de jongens nog verder gegaan met containers en zo, maar het oorsprong is een loonbedrijf. En dat is een Komiturk en mijn vader was boer. En die had al op tijd een trekker en zo. En dan ga je met buurhulp beginnen. En dan breidt dat soms uit. En ik had nog een broer die is boer geworden. En toen konden wij in deze branche verder gaan. En zo is het gegaan. De Remmelstraat. Okay, in een van die kleine gezinswonings. Oh, dus klein begonnen en wat groter geworden. Ja, zo hebben we in die kleine gezinswoning hebben we die 5 kinderen gekregen. Was niet zo'n groot huis, dan kon je elkaar nog krijgen, zeg maar. En dat is vandaar die 5 kinderen? Toen zijn we in 1976 zijn we van de Remmelstraat. En toen zijn we hebben we nieuw gebouwd in de Kaldervisser Bovenboer. Okay. En daar zijn we toen helemaal met ons bedrijf verder gegaan. Je moet wel mee naar bed en je staat er weer mee op. Je moet wel opletten dat er ook andere dingen zijn. Hè? Ja, en ook met het weer. Hè? Ja. Ons bedrijf is erg afhankelijk van het weer. Ja. Oh, jullie hebben een brand gehad, hè? Ja, toen die brand is die ding allemaal verbrand. Die stond er binnen natuurlijk. Ja, jullie zijn een boel verloren in die brand. Alle papier, alle archieven, alles, alle fotoboeken, alles. Privé niet, hoor. Privé niet, nee, hè? Nee, nee. En we zijn zelf allemaal gezond gebleven. Ja. Nou, dat is wel heel belangrijk. Het was wel schrikken natuurlijk, hè? Ja. Zakelijk, alles verbrand. Ja. We zijn hier weer. Zaterdags was de brand. En maandag zijn we hier weer begonnen met een lege blok voor A4. Ja. Er was niks meer.